twee goede dingen dan moet je op elkaar krijgen. Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Joshua. En hoe is het? Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben al lekker in kuik. Maar ik heb weer rijles vandaag. Vandaag start vlog hier, want ik had echt geen tijd om op andere tijden de vlog te starten. Oké, er staan een paar allemaal kleurtjes aan een paal. Ik heb nog een uur en 52 minuten, dus ben nog vroeger gegaan. Omdat de bussen en treinen vandaag iets minder vaak reden, hadden ze gezegd vandaag. Dus ik ga vandaag weer naar het centrum Kuik. Ga ik een beetje daar een hapje eten. Want de vorige keer kon ik ook gewoon een hapje lekker lunchen. Dus ik ga denk ik vandaag voor een lekkere lunch. Ik heb natuurlijk al thuis geluncht. Dat moet je wel weten dat ik thuis lunch heb. Maar nu ga ik gewoon even lunchen bij een broodjeszaak en even wat drinken. En mensen, ik ben aankomen bij de Maasbrug. Ik ga lekker elke keer als ik naar Kuik ga, even hierheen. Want dan moet ik de komende tijd echt vaak alleen naar Kuik toe. Maar ik ga even een lekker broodje scoren. En we drinken. En dan kan ik weer tegenaan voor vandaag. Kijk, staan mensen, de bakkerij gaat los. Als ik nou weer kan een broodje eten, dan ga ik ook zeker doen. Maar dat moment doe ik eerst even zijn werk afmaken. Dat ik niet meteen binnen ga stormen. Mensen, wil ik een lekker ontbijtje heb. Ik heb lekker een broodje. Allemaal dingen erop. Lekker drinken. Dus ga ik hier lekker op smitten. De mensen, het bordje is leeg. Wanneer we drinken, dan kan ik beginnen met het volgende onderdeel van de dag. De mensen, ondertussen ben ik weer aan het lopen. Ik ben even van daar tot hierheen gelopen en dan even een stukje filmen. Nou, ik ga nog even winkel zoeken, want ik heb nog dik een uur om te lopen. Nou, het uur is zo voorbij, want ik moet. Ik ga nog sowieso 10 minuten even eerder aankomen voordat ik moet beginnen. Dus dan kunnen we nog even een rondje lopen. Door het winkelcentrum. Eigenlijk gewoon door dit straatje eigenlijk. Dan doe ik eigenlijk dit straatje. Oké, mensen, ik zit nu in de auto. Ik zit hier echt te rijden, jongen. Ik weet niet hoe lang ik al aan bezig ben. Maar in ieder geval, ik ben lekker aan het sturen. Een beetje een paar keer al gecorrigeerd op de rijden. Maar mensen, serieus. Ik zit gewoon serieus te rijden achter het stuur. En nu zit hij in de vrij. Ik kan niet echt veel aan het stuur. Maar dit is een beetje mijn lesauto. Daar heb ik twee spiegels. Deze is van mij. En die twee zijn van mijn rijingsstuur. Die daarboven twee zijn volgens mij ook van mijn rijingsstuur. Zij is nu even naar de zee toe, dus ik dacht van ik kan nu even vloggen. Zie je dat het toch even dus is echt rijles heb tegenwoordig. Dit is echt mijn eerste rijles. Dus ja. Ik moet de stuur minimaal altijd naar voren houden. Zie je de grap van dalen. Ik durf niks in te drukken. Dus ja. Dus zien we een beetje de auto. Hij is ook zo mooi. Allemaal digitaal. Dus ja. Oeh, ik weet niet of ik allemaal mag gooien. Ja, mensen weten dat altijd. Op YouTube is eerlijkheid het belangrijkste. Dat weet je dus zelf ook wel. Dus ja, ik zit nog een beetje te wachten. Dat is alles wat ik doe. Wachten. Dus ja. Ik heb wel mijn bril op tijdens het rijden. Die zie je nou even hier liggen. Dus ja. Ik ben lekker aan het vloggen. Maar ik snap wel dat je achter het stuur niet mag vloggen. Dus ja. Misschien kan ik aanvragen. De mensen, ik ben weer in de trein. Even naar de zee gaan. Moest eventjes een plasje plegen. Dat hoort ook wel erbij. In ieder geval, ik ga nu
terug in de trein zitten en dan ik ga naar huis toe. Nou mensen, we gaan een doos uitpakken, we gaan het even installeren. Ik heb voor de rest van de vrijwillig doen. Dus we gaan lekker dit doen, dus in plaats van vrijdag. Dus handleiding. Ja. Blijf niet. Wacht, dit doen we dadelijk weer even. We doen even één en dat we niet in de waan komen met de spullen. Papa neemt meteen gewoon een voorbeeld van de doos. Ik denk dat we wel dadelijk. Dit is het magazijn voor dat ding daar. Dus pap, als je me even dat ding mag geven, de lading, Koos. Kun je bij de lading? Daar staan. Dat plastic doosje, Koos. Is maar één genaad. Dat plastic dingetje daar. Flesje zeg je dan. Wat zeg ik dan? Genaad. Ja, het ziet toch als een genaad eruit. Nee, die heb je nodig. Die moet eerst in de water. Ga je dit was een beetje monteren. Kijk, dat ging makkelijk. Dat ging de mensen al makkelijk. Ja, die moet ergens bovenop staan. Die moet voor me hier erop. Heb ik zo'n klein vermoeden. Ja, misschien is het wel gewoon handig als ik niet al zat te draaien van tevoren. Lukt het een beetje? Ik denk dat we wel een beetje eerst de accu's moeten opladen, denk ik. Heb ik zo'n klein vermoeden. Dat dit samen. En dan moet geplukt moet worden. Heb ik zo'n vermoeden dus, hè? Om het op te laden, om het dan vervolgens daarop te leggen. Is wel interessant wat daar gebeurt eigenlijk. Sorry pap. Dat ding gebeurt wel standaard. Er zit geen ding bij. Welk ding? Ja, een was zetten. Denk ik, hè? Heb ik. Oh, om 18 van zou ik twee dingen, man. Twee dingen. Ja. Dit is een laser, kun je gezien. Oké, mensen, ik zie het op Koosje. Zo. Haha, dat ziet er grappig uit. Wacht, ik haal even het klepje af. Ik kan nog van dichterbij filmen. Pas op papa, ik heb je nou in het vizier. Hij staat niet echt scherp, moet ik zeggen. Pieuw! Ja, dus dit ding weer erop. Oké, mensen, papa heeft iets gevonden. Een stippetje! Kun je nu nog maar uitzetten? Ja. Oh ja, grappig. We zijn dus al zover. Ik leg mijn even hier neer. Nu gaan we die voor Noah in de kaart zetten. En mensen, is papa ook klaar met Noah's zijn dingen bijna. Papa had de dingen andersom gezet. En dan kun je deze ook nog aanzetten, hè? Met samen met de laser. Van je afduwen, hier. Twee rode dingen dan moet je op elkaar krijgen. Komt er niks uit. En ja mensen, dan moet ik ook weer even lekker gaan editen. En het programma staat al klaar geïnstalleerd op mijn laptop. Dan moet ik even editen. En dan is de volgende vlog ook al geëdit. Maar jullie hebben de vlog al lang gezien.
Dus even editen. En dan zien we elkaar weer zo terug. De mensen die me zeggen, hier zitten dan de gelblasten helemaal eruit zo. Ben ik super trots op, daar ga je zondag content mee maken. Dat is over 2 vlogs. En ik ga me hier een lekkere douche aan klaarmaken voor mezelf. Douche, even lekker douche. Dat is dom. Mensen, ik zeg voor mensen, voor mensen, eerst doen.